Welkom bij een nieuwe Under Review. We praten vandaag over de twee meest besproken fases van het afgelopen weekend in de Champions Playoffs. Dat doen we uiteraard met Frank de Bleek. Dag Frank. Peter, hallo. Laten we beginnen bij Racing Genk tegen Anderlecht. wedstrijd die in de slotfase beslist is door een penalty in het voordeel van Racing Genk. Een penalty waar ze van kant van Anderlecht van vonden: ja, dat is misschien nooit penalty dit. Andere meningen waren er weer toe gedaan. Het is misschien hard, maar het is wel correct volgens het reglement. Wat vinden jullie? Wij vinden het ook correct. Nee, een correcte beslissing, een juiste beslissing van de scheidsrechter om strafschop te geven. De bal raakte rechterarm, die weg is van het lichaam, die het lichaam ook breder maakt. Dat is de reden om die strafschop te geven. Dus ja, uh, wij staan volledig achter de beslissing van, uh, van Jonathan Lardo als scheidsrechter. De enige twijfel die er eigenlijk is geweest tegen welke arm of hand komt de bal precies. Want uh, Kilian Sardella heeft de ene arm, de eerste arm, wel eerder tegen het lichaam. Ja, klopt. Uh, en daarvoor heeft de VAR. Vrouw... Er ook naar gekeken? Uiteraard. Ik, uh, ik denk dat dat altijd belangrijk is dat de VAR, zeker bij zo'n situatie, alles checkt. Ze hebben gezien dat de, de bal de rechterarm heeft geraakt en niet de linkerarm. Als het de linkerarm is, die is tegen, tegen het lichaam. Dus daar is uh, niks strafbaar aan. Uh -huh. Maar de rechterarm die was uh, weg van het lichaam. Uh -huh. Dus uh, een correcte beslissing uh, van de scheidsrechter om de bal op de stip te leggen. Ja. Stel dat Jonathan Lardot het niet meteen zo gezien had zou de VAR dan ingegrepen hebben? Ja, moeten ingrijpen? Ja, inderdaad. De VAR zou zeker ingegrepen hebben omdat er bewijs is dat de bal dus de rechterarm heeft geraakt die weggestand het lichaam. Dus hier verwachten we dat de VAR ook ging ingrijpen als de scheidszetter geen strafstop zou gevloten hebben. Voor alle duidelijkheid. Het reglement geldt niet alleen in België. Nee, dat is een reglement die internationaal is. Die ga je ook bestraft zien worden in UEFA, bij FIFA, in internationale wedstrijden. Dus, dus ook in de finale van Champions League of WK ja, gaat ja. die bal op de stip. Dat verwachten wij zeker alvast. vast. Dan gaan we naar uh, een fase van gisteren in de wedstrijd tussen Union en Club Brugge. Daar natuurlijk het besproken moment, het veelbesproken moment. Mm -hmm. De uitrap van Anthony Maurice, waardoor Club Brugge op voorsprong komt. Bal tegen Hugo Vetlessen en dan een beetje slemilig, knullig ja. in doel. Waarom is dat een geldig doelpunt? Wel, het is ook een situatie die je niet alle dagen tegenkomt. Ik denk dat het... Uh, we hebben een vergelijkbare situatie in de finale van de Champions League met Karius, uh, met Liverpool. Mm -hmm. Dus um, ja, ik denk dat je in zo'n situatie moet teruggrijpen naar het spelreglement. Hè. Wat, wat zegt het spelreglement bij een situatie zoals die voorgekomen is gisteren? Mm -hmm. En dan is er één woord die heel belangrijk is. Dat is hinderen. En de vraag is hier bijvoorbeeld de Klubbruggen-speler, hindert hij de doelman wanneer hij de bal in de handen geeft en de bal loslaat? Als je de beelden bekijkt, nee, er is een afstand tussen. De Klubbruggen-speler zet geen druk op de doelman en de doelman heeft ruimte om de bal te kunnen ontzetten. Als je teruggrijpt naar het reglement, is er nog een andere vraag die je kan stellen. Hindert de Klubbruggen-speler de doelman bij het trappen of het trachten te trappen van de bal uh, wanneer die... Losgelaten wordt. Ook hier vinden wij, want je zal ook zien dat vetlessen zelfs een achterwaartse beweging maakt op een bepaald moment, dat de afstand groot blijft en dat eigenlijk de doelman Maurice alle vrijheid geeft om die bal uh, uit te trappen. Dus ook hier hindert hij uh, de doelman niet. Als we dit allemaal in overweging nemen, is dit een helder doelpunt. Wordt de afstand eigenlijk ergens bepaald? Nee. nee. Nee, nee. Dat is de interpretatie van de scheidsrechter. Ja, maar langs de andere kant moest de, moest de, de Brugge-speler een beweging gemaakt hebben richting de doelman om hem echt te gaan hinderen. Dan hebben we een andere situatie. Maar hier zien we dat die afstand blijft en dat hij eigenlijk uh, geen druk zet op de doelman. Dat de doelman zelf de vrijheid heeft om die bal weg uh, te trappen. En natuurlijk trapt hij hem dan op, op, op vetlessen en die bal dwarrelt dan heel ja. traag in het doel. Ja, ongelukkig, maar wel dus een geldig doelpunt. Inderdaad, ja. Is er nog een derde moment waar we het heel even over willen hebben? De spanning, de druk is er voor iedereen, voor spelers, voor trainers, maar ook voor scheidsrechters uiteraard. In de wedstrijd tussen Sekle en Antwerpen is er blijkbaar heel even iets geweest tussen Hannes van den Brugge en scheidsrechter Nathan Verbomen, waar Hannes niet zo blij mee was. Kan je daar wat ja, meer over vertellen? Inderdaad, zoals je weet, hebben we gevraagd om de sereniteit te bewaren, ook tijdens de playoffs. Ik denk dat dat zeer belangrijk is, het respect die we ook vragen van de spelers en de coaches naar de scheidsrechters. Uh, dit is omgekeerd, moet dat ook het geval zijn. Dus uh, natuurlijk willen we, gaan we dat intern bespreken met de scheidsrechter, maar die sereniteit die willen we op alle momenten behouden. En dat moet gerespecteerd worden door iedereen, coaches, spelers, maar ook door de scheidsrechters. Dankjewel voor je uitleg Frank en graag tot een volgende Under Review.